Rolf Meijer, kom er even bij, directeur van SIDN. Nou, fijn om jullie allemaal weer te zien. Zeker. Hier bij SIDN Inspire. Ja, als water uit de kraan. Hè, zo vanzelfsprekend is voor de meeste mensen het internet. Ja, en ook .nl. Ja, we kunnen het jaar doornemen, maar dat is simpel. Het heeft gewoon goed gewerkt, toch? Maar ja. Toch is die magie er nog, hè? Dat het zo bijzonder is dat het eigenlijk allemaal doet. Voor jou persoonlijk, wat vind jij de magie van het internet? Nou ja, grote en kleine dingen. Twee dingen kwamen eigenlijk al voorbij. Hè. Wat Kees Neggers zei, het is een soort schitterend ongeluk. Het was natuurlijk nooit in het begin zo bedacht als het nu is geworden. En de puristen vinden terecht dat we wel een onderscheid moeten maken tussen internet, de infrastructuur, het netwerk, de netwerken en alle protocollen en verder de applicaties die er bovenop lopen. Maar we gooien dat voor het gemak vaak een beetje door elkaar. Dat noemen we allemaal internet. Een stukje van een citaat wat ik tegenkwam. Het internet is het grootste en meest succesvolle samenwerkingsverband in de geschiedenis van de mensheid. Ik ben nooit iets anders tegengekomen wat groter en succesvoller was en zo wereldomvattend. En dat is voor mij wel de kern van de magie. Dat het internet het mogelijk maakt dat alles en iedereen dichtbij je is. Ja. Hoe ver ze fysiek ook bij je vandaan zijn. Je kan met iedereen contact leggen. En ondertussen is het gelukkig een heel groot deel van de wereldbevolking die toegang heeft tot het internet. Maar ook de informatie. Hele kleine dingen. Hè. Ik zeil op zee. De hoeveelheid informatie die je over het weer, de stromingen, de getijden, op elk moment, als je een internetverbinding hebt, live tevoorschijn kunt toveren. En hoeveel veiliger het daardoor wordt, zonder dat het ineens saai wordt of niet meer avontuurlijk. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Een heel onbenullig voorbeeld. Ik rijd ook motor. Nou, dan denk je, nieuwe banden. Zijn er mensen met ervaring met dit type band op mijn type motor? Nou, je hoeft alleen maar die vraag eigenlijk in te tikken. Mm. En je komt gelijk op een forum met een heleboel mensen met die ervaring. Die zitten aan de andere kant van de wereld. Dus je moet een beetje rekening houden met de klimaatomstandigheden daar. En dat zijn de kleine dingen. De grote dingen zijn natuurlijk, nou, dat hebben we meegemaakt tijdens de coronacrisis. Zonder het internet waren we daar niet op deze manier doorgekomen. Dan hadden we niet met z'n allen, en sommigen zien dat misschien als een voordeel dan, maar ze hadden we niet met z'n allen in lockdown gekund, waren er veel meer mensen aan corona overleden. En dankzij het internet gingen een heleboel dingen min of meer door. Hè. Onderwijs heeft een slag moeten maken, maar dat is denk ik wel een van de dingen die we ermee gewonnen hebben. E-health of e-zorg is natuurlijk ook iets waardoor de patiënt zelf veel meer regie krijgt over het hele proces. Meer kennis kan vergaren, maar ook veel meer informatie kan delen. En, nou ja, ook en reviews over ziekenhuizen, over specialisten en dat soort zaken. Hè. Dus de oorlog in Oekraïne zonder internet hadden we veel minder geweten van waar het staat, wat er zich afspeelt. Was het voor Oekraïners heel moeilijk geworden om informatie naar buiten te krijgen en informatie naar binnen te halen. Wordt natuurlijk daarna vervolgens door allerlei partijen ook wel als een instrument en zelfs als een wapen en soms als een doelwit gebruikt. Maar we hebben dit thema heel bewust gekozen omdat en daar bouwden wij Nederkoorn ook. Hè. Er zijn best wel wat dingen waarvan we met z'n allen vinden, dan moeten we toch op de een of andere manier proberen te fixen. En soms vragen we ons wel eens af, gaan we die strijd nou winnen of niet? Maar soms vergeten we ook wel een beetje alles wat het ons brengt om dat te benoemen. En waarom raken we niet ook een beetje magie kwijt met dat internet? Ik vind zo'n voorbeeld. Gaat iemand op vakantie en dan houden ze de hele dag bij met allerlei appjes. Oh, we zijn hier, we zijn er daar. En die komt dan terug van vakantie. Die heeft eigenlijk geen verhaal meer, want je weet alles al. Of is alles overal maar weten? Raken we dan niet ook een beetje magie kwijt in de wereld? Nou ja, ik denk, eerlijk gezegd, maar goed, dat is persoonlijk. Hè. Ik denk, als je altijd online bent en altijd op je telefoon. Hè, dus als ik in een restaurant ben en ik zie dan twee mensen die duidelijk van elkaar houden, daar zitten te eten, maar met allebei op hun telefoon. Dan denk ik, nou, dan weinig magie gaan we daar. Een stukje magie. Maar aan de andere kant, als je iets heel avontuurlijks wil doen, dan kun je het zoveel beter oriënteren. En het is zoveel makkelijker om niet die dingen te missen. Ja. Omdat er ergens wel eens iemand geweest is die dat al een keer heeft ontdekt en jou vertelt dat dat echt de moeite waard is. Ik denk, ja, daardoor ontstaat er juist weer meer magie. Maar als je
altijd in iedereen. En als je natuurlijk de grote massa volgt, maar dat was altijd al, ook zonder internet. Ja, dan is er wel wat minder magie. Ja. Maar als je die toch weet om die pareltjes eruit te pikken. Er is veel meer toegang tot pareltjes ook. Dat is, ja. dat is denk ja, ik... Dat is ook wel waar. En iedere dag verbaast het weer. Iedere dag is er weer iets wat ineens kan. Of een combinatie van dingen die we de dag ervoor nog niet hadden. Ja. Waardoor je denkt, van, ah, het is dit toch fantastisch. Ja, wat ik zelf het meest magisch vind, ik ben ooit elektricien geweest. En dan maak je echt chipjes op klein niveau. En dat werkt dan soms en meestal niet. En dat dat dan allemaal aan elkaar geknoopt wordt en het doet, dat vind ik de magie. Maar nogal de meeste magie is ook wat jij net zei. Nou, de governance natuurlijk het ook. Het meest succesvolle samenwerkingsproject dat ooit. Stuk, het is nog steeds natuurlijk niet iets wat door de UN of iets dergelijks gerund wordt. In ieder geval niet die het is een community. Infrastructuur. Ja, de standaarden met samenwerkingsverbanden als de ITF, de Internet Engineering Task Force, de Internet Architecture Board. Allemaal van dat ICANN, allemaal van dat soort organisaties. Sommige zijn organisaties, sommige zijn alleen maar een groep. Grote groep mensen van over heel de wereld die met elkaar standaarden ontwikkelen, protocollen bedenken. Ja, dat is nog wat meest magisch. Ja, en dat werkt. Je was ook vorige week bij CENTER, dat is de Council for European National Top Level Domain Registries. Dus heb je .de, .se, dus eigenlijk de SIDN's, maar vanuit heel Europa. Dat is ook zo'n samenwerking. Hoe gaat dat er daaraan toe met, ik zal maar zeggen, de andere SIDN's? Hoe werken die? Nou ja, dat is ook een soort van iets unieks. Hè? Want elk land in de wereld, sommigen hebben het niet actief, maar in ieder geval alle landen in Europa hebben een actief landendomein zoals wij. Je noemde een aantal voorbeelden. Een groot aantal van onze Europese zijn verenigd in, wat je zou kunnen zeggen, is gewoon een brancheorganisatie. CENTER heet dat inderdaad. En we doen allemaal hetzelfde in de kern. Maar onder andere economische omstandigheden, andere jurisprudenties, verschillende fasen van ontwikkeling. Hè. Dus sommige staan nog een beetje in de kinderschoenen. Sommige, zoals wij, zijn heel groot, bestaan al heel lang. Maar er is zoveel wat je samen kunt doen. Inspelen op wet en regelgeving, nieuwe technologieën met elkaar bedenken. Want je bent geen concurrent. Nee. Dus we doen hetzelfde, we zitten in allerlei. Juist die verschillen leveren een hele rijkdom aan ervaring en informatie op en kennis. En die kun je gewoon delen met elkaar, omdat iedereen heeft zijn eigen markt. Dus... Ja, het is een community van gelijkgestemden. Ja, ja. Alhoewel, ze zijn het niet altijd met elkaar eens natuurlijk. Er was natuurlijk met de inval in de Oekraïne veel sentiment tegen Rusland. Waren verschillende partijen van, ja, weet je wat, zij vallen ons aan. Laten we dat punt Ruma eens eventjes blokkeren. Bijvoorbeeld bij ICAM, ook RIPE NCC, gingen er wel stemmen op. Ja. Jij was het daar niet mee eens. Je hebt er ook een blog over geschreven. Wat is jouw positie daarin? Ik was het eens met de uitspraken van ICAM en RIPE NCC dat het geen goed idee was om in het geval van ICAM het RU-domein onbereikbaar te maken. En in het geval van RIPE NCC alle door Russische partijen gebruikte IP-adressen uit de lucht te halen. Dat is een middel wat veel groepen treft die niks met dit probleem te maken hebben. Maar ook juist de mensen die te goede trouw zijn, om zo maar te zeggen, het communicatie ontneemt. Waar ik het niet mee eens was, waren uitspraken als iedereen moet altijd toegang hebben tot het internet. Ik vind dat je daar best in dit soort situaties wel wat uitzonderingen in kunt bedenken. Er was ook, ik dacht dat het van RIPE kwam, de quote, die kwam ongeveer neer op communicatiemogelijkheden mogen nooit het doelwit zijn van spanningen, een conflict of een oorlog. Mm. En ja, dat is fijn als je dat zegt. Ik vind dat ook geldt voor scholen, voor ziekenhuizen, weet ik wat. Die worden beschoten, gebombardeerd. En als je dan zegt, oké, toch is rook uit de communicatietoren erger dan uit een school. Dan haak ik een beetje af. Dus ik vind, het ging heel erg over wat niet kan. Die blog die ik heb geschreven, ik heb toen ook een brief van een internationaal gezelschap mede ondertekend. Het ging juist over, laten we nou eens kijken wat wel kan. Bijvoorbeeld eens kijken of we niet IP-adressen van het Russische leger, van Russische propagandawebsites kunnen achterhalen. En die middels een multi-stakeholder proces op een lijst zetten, zoals we die ook bij Spamhaus bijvoorbeeld gebruiken. Ja. Hè? Dus, en zo het toch een beetje lastig gemaakt. Het is niet de oplossing van het conflict, maar alleen maar zeggen, nee, het internet staat boven alles verheven. Ja. Terwijl het zowel wordt ingezet als een wapen en wordt beschouwd als een doel door de Russen. Dan denk ik, ja, dat vind ik net een beetje te kort door de bocht.
Het open en vrije internet, zoals we dat ooit voor zagen, ja, dat was naïef. Dat is het niet helemaal geworden. En er zijn ook veel verwachtingen richting SIDN zelf natuurlijk om het allemaal goed te doen. Dus jullie hebben ook een convenant met de Nederlandse overheid, met economische zaken, over welke waarborgen SIDN heeft om het in ieder geval te continueren. Hè. Het is toch nog altijd goed gegaan, maar ze willen toch wel even weten hoe. En dat is nu weer met 7 jaar verlengd. Hè. In 2018 onder de WBNI werd aangewezen als essentiële diensten. Hè. En dat is nu verlengd. En dan heb je dus de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Dat was vroeger het agentschap Telecom. En die komt dan bij jullie met toch wel een lijstje, mag ik zeggen, verwachtingen. Van, is daar iets veranderd in dat nieuwe convenant voor de komende 7 jaar? Of is het gewoon business as usual? Toen we de vorige versie, want dat was de tweede, dat was de eerste verlenging. Dus we zijn nu met de tweede verlenging bezig. Toen we de eerste verlenging deden, 7 jaar daarvoor, waren we nog geen aanbieder van de essentiële dienst volgens de WBNI. Ja. Nou, de WBNI was er nog niet. Bestond toen nog niet. Dus een van de veranderingen in het huidige convenant is dat wordt vermeld. Hè, dat maakt het ook dat het nu een formeel toezicht is. We worden geaudit door de Rijksdienst. Mm-hmm. Dat stukje wat er ook is veranderd is... veel van de aanwezigen weten dat, denk ik. We hebben begin het jaar een juridische herstructurering doorgevoerd. We hebben een BV nu van waaruit we NL draaien. En we daar is de stichting volledig eigenaar van. Ja. En in de stichting zit nog steeds de delegatie. Dus het beslissingsrecht over .nl zou je kunnen zeggen. En daar zit ons weerstandsvermogen. Dus vanwege de risicoscheiding... Ja. Tussen die twee dingen hebben we dat zo ingericht. Dat is dat we dat van plan waren, is in het convenant vastgelegd vorig jaar. En wat ook in het convenant is vastgelegd, dat we een weerstandsvermogen aanhouden. Voor het geval dat er iets gebeurt waar ineens heel veel geld voor nodig hebben om te zorgen dat het NL-domein blijft werken. Alles gericht op die continuïteit. Ja, dus het convenant gaat niet over... Wij, ministerie van EZK, geven hierbij SIDN het recht om .nl te draaien. Nee, dat maken we zelf wel uit, ja. Ik weet niet of we dat echt zelf uitmaken. Hè. Je zou moeten zeggen, dat maakt de Nederlandse internetgemeenschap uit. Maar niet alleen maar de overheid. En wij doen dat historisch. Ja, en zolang dat goed gaat, merken wij in ieder geval dat iedereen dat prima vindt. Ook het ministerie. Maar zo'n convenant, begrijp ik, denk dat dat een goede zaak is. Want dat kan de overheid ook laten zien. Wij letten hierop. Ja. We hebben de Rijksinspectie, die doet audits, maar we hebben ook een aantal afspraken waar SIDN zich aan committeert. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ja. We doen nog even een schepje bovenop qua regulering. De NIS 2, ik neem dat jullie allemaal weten wat dat is. We hebben na de pauze ook een sessie over hier. Behoorlijk wat eisen, die liggen nu klaar vanuit Europa, die worden nu in de landen geïmplementeerd. Heeft dat nog van invloed op... het werk bij SIDN, of omdat jullie eigenlijk al, zal ik zeggen, WBNI compliant waren, is dat appeltje eitje, ligt dat al klaar of verandert dat? Nou, het is niet appeltje eitje. Kijk, er is een hele workshop over, de meest populaire van deze middag overigens. Dus ik vermoed dat onze overheidscollega's straks een pitch gaan doen, dat als je daar wil werken, dan moet je nu solliciteren. Maar kijk, er is een stuk wat heel veel bedrijven treft. En dat gaat over, bestuurders kunnen nu aansprakelijk worden besteld als er een potje van maken. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over. A, maken wij er geen potje van, maar B, vind ik dat eerlijk gezegd terecht. Er zijn al heel veel situaties waarin, als je beroepsmatig iets doet en je maakt er een potje van, of je nou buschauffeur bent of piloot, dat je daarop aansprakelijk kan worden gesteld. Dus het is raar, vind ik, dat als je zoiets runt als het .nl-domein... en je maakt er een potje van qua security, dat je daaraan voorbij zou kunnen gaan. Dus dat vind ik daar maak ik me geen zorgen over, maar ik vind het ook logisch. Er is een stuk, en daar gaat de workshop vanmiddag over, het fameuze artikel 28. Mm. De DNS-partijen worden nu specifiek genoemd en registrars en registries worden geacht om... Dat is het complete en accurate gegevens van domeinnaamhouders te hebben. We weten wie en nou hebben we die ook, maar we kunnen natuurlijk niet altijd garanderen dat ze A, compleet en B, accuraat zijn. Hoe zich dat gaat vertalen in eisen die via de WBNI 2 of zoiets aan ons gesteld worden, dat is nog niet duidelijk. Maar ik verwacht dat ergens in WBNI 4 of zo toch wel van ons geëist gaat worden dat we domeinnaamhouders op de een of andere manier identificeren. Ja. En het is de vraag of dat nou heel veel gaat oplossen. Maar ja,
Aan de andere kant is natuurlijk, er wordt wel wat gesjoemeld met houdergegevens door houders. Wij merken ook wel eens dat die niet kloppen. We gebruiken het ook vaak als het nodig is om een reden om een domeinnaam uit de lucht te halen. Ja. Nee, zeker als de boel blazen wil je wel weten wie er. Maar dit is dus een stuk. Er wordt ook gedaan. Er staat ook een stukje nu in die richtlijn dat je toegang moet verstrekken tot die gegevens aan, wat was het, ik geloof iets van rechtmatige opvragers, wat dat dan precies moeten zijn, dat is ook nog niet duidelijk. Dus het is best nog een stukje wat duidelijk moet worden, maar dat het ook voor ons en voor onze registrars consequenties gaat hebben, dat is wel duidelijk. Okay. Even terug bij SIDM. Kijk, die NIS2 gaat natuurlijk ook over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Steeds meer organisaties gaan in de cloud. Hè. Die hebben ook een cloud-strategie van wat doen we zelf en wat gaan we dan toch liever daar hosten. Heeft SIDN inmiddels ook een cloud-strategie? Daar zijn wij mee bezig. We hebben vorig jaar besloten dat we onze hele IT-infrastructuur gaan vervangen. Daarvan hebben we ook gezegd, daar waar dat kan, maken we dat cloud-native. Dus we gaan die stap doen de komende jaren. We zijn een aanbieder van een essentiële dienst. We zijn ook een Nederlandse partij. Ook in het convenant staat het een en het ander over. Hè, dat we wel in Nederland moeten blijven. Aan Nederlands recht moeten onderworpen blijven. Dus we gaan niet zomaar alles bij Google of bij AWS in de cloud gooien. Dat gaan we niet doen. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. En dan kijken we inderdaad. Heel belangrijk is natuurlijk business continuity. Dus het moet het altijd doen. Maar datasoevereiniteit en wat dan tegenwoordig echt een thema is binnen Europa, strategische digitale autonomie. Dus dat die dingen die echt belangrijk zijn voor onze maatschappij en economie op digitaal gebied, dat we daar nog zelf de regie over houden, dat speelt bij ons natuurlijk ook mee. Ja, ja. Nog even bij SIDN een paar leuke projecten die we draaien. Ieder jaar komen weer nieuwe dingen bij, maar ook weer dingen die net wat anders gaan. Irma kennen jullie allemaal wel. I reveal my attributes. En dat is nu Jiffy geworden. Ja. Hoe dat zo? Rebranding? Of dat hadden we denk ik eigenlijk liever niet gedaan. Maar de partij die dit allemaal heeft opgestart, de Universiteit van de Radboud Universiteit en daarna Stichting Privacy by Design, hebben nooit het merkrecht voor Irma geregistreerd. Oh, is dat het? Ja. Het is natuurlijk een open source iets. Dus als je niet het merkrecht hebt, kun je niet andere partijen die iets naar zouden doen met die open source code en de naam Irma gebruiken, daarop aanspreken. Dus om toch te zorgen dat we kunnen optreden als er misbruik zou komen, hebben we de naam moeten veranderen in een naam waar we wel het merkenrecht op konden hebben. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden van de naamsverandering. Maar ondertussen, de app is helemaal veranderd qua look en feel, maar ook qua functionaliteit. Werkt beter, ziet er veel beter uit. Dus er zijn allerlei dingen in gang gezet. Niet alleen maar de naamverandering. Of was het toevallig zo dat Jiffy was de enige vierletterige .nl domein die nog beschikbaar was? Niet de enige, nee. Maar dat speelt natuurlijk. Ja, weet je, je gaat altijd kijken van wat is de kortst mogelijke naam die we nog in .nl hebben. Your digital identity, daar zit er wel een beetje in. Your virtual, your life online. Maar we wilden iets korts en krachtigs. Ja. En we hebben ervoor gezorgd dat we niet in die valkuil zijn gevallen van, goh, wat hebben we een leuke naam bedacht. Nu eens kijken of de domeinnaam vrij is. Shit, nee. Nee. Dus dat hebben we gelijk in het proces meegenomen. Ja. En vier letters, daar zijn er inderdaad niet zo gek veel meer van. Nee, oké. Okay. Nou, identity providers, identity wallets, allemaal heel belangrijk. Daar hebben we ook een stand van hier staan natuurlijk. Een project wat al 10 jaar meegaat, maar ook steeds verder ontwikkeld, is de merkbewaking. Ja. Jullie kijken van of uw merk niet misbruikt wordt online. Daar heb je allerlei scanmethodes voor. Met ons 320 organisaties die doen mee. Merken, ja. Ja, we merken, inderdaad. Hoe loopt het daar verder mee? Nou, dat loopt goed. Hè. En als je dan weet dat alle grote banken en de Belastingdienst bijvoorbeeld dit gebruiken, dan beschermen we eigenlijk heel Nederland al op die domeinnamen. In ieder geval, want elke Nederlander gebruikt toch wel de Belastingdienst en een van de grote banken. Dus dat loopt goed, ja. Nou, ik hoorde in de wandelgangen nog een interessante bijvangst. Hè, want je begint ermee van, om te kijken of niet iemand jouw website namaakt. Maar er zijn ook partijen die krijgen dan te horen van SIDN, oh, die URL. Ik, oh ja, oh, die was nog van ons, maar die hebben we helemaal niet meer onderhouden. Dus dat ze ineens een eigen legacy erboven zien komen. Ja. Dat is ook weer grappig. Ook. Ja. We doen er nog eentje. We hebben straks natuurlijk een spreken over artificiële intelligentie. En dat is misschien wel het meest magisch wat momenteel aan de gang is op het internet. SIDN Labs doet zelf ook iets met AI. Vertel. Nou ja, niet alleen SIDN Labs. Hè. Dus je noemde merkbewaking, daar zit een stukje bij in. Met logodetectie zit een stuk in.
We doen rechtcheck. Daar zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Dat is, daar wordt op het moment dat een domeinnaam wordt geregistreerd, wordt er gekeken naar bepaalde kenmerken. Die kunnen de naam, het proces van registratie, wanneer de DNS-records worden aangebracht, wanneer er verkeer ontstaat, wat voor soort verkeer. En al die dingen leveren dus een soort van profilering. Dus die leveren allemaal vlaggetjes of scores op. En bij een bepaalde hoeveelheid triggert er een warning van dit is er een. Nu moet er iemand, een persoon, naar gaan kijken, want dit lijkt verdacht. Ja. En daar maken we ook gebruik van. Maar dat is ook zelflerend. Ja, dat is ook zelflerend. Oké, mooi. Nou, we gaan straks... En we doen het trouwens al een paar jaar met het speuren naar nepwebwinkels. Oh ja, ja. Dus onze digitale speurders die er achteraan gaan. Nou, mooi om te horen, even in vogelvlucht, wat SIND doet en vooral ook gaat doen. Daar is deze dag ook voor. Maar vooral ook voor jullie, want samen maken wij .nl natuurlijk. En kijken wij graag naar de toekomst. Voordat we verder gaan met de volgende spreker, nog even een hartelijk applaus voor Roelof Meijer. Graag gedaan.